Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .frl. Goeien, welkom vanuit de Hegema Mar. Leuk dat je zo genoeg het koetsjesjournaal. Wien krijgt saus? Ze noemen dan zelfs uitzitters naar zoon. De wien van de Moonskippers die zijn van, ja, we willen het wetten net op. Toch ging de wedstrijd wel terug, alweer wedstrijd nummer 8 van de SKS. En over die wedstrijd, daar zullen we aan zijn praten. Hier op de Batavier en dat doen we met uw verste analist, Age Veldboom. En met de nieuwe commerciële man van de FC Grains, oud-Cambuur-trainer Henk de Jong. En uit je afvreetje, werden we nou binnen? We binnen bij Wat Zijn. Wat zijn? Een pittoresk dorpje tussen de Hegemermaar en de Slettermaar. Dat luidt eigenlijk op de route van de Alvesterretocht en het had zo'n 1400 inwoners. Skipper op het koetsje van Wat Zijn is Terke Klaas van der Meul en hij is maar sinds 36 jaar een van de jongste skippers van de vloot. Wat Zijn had echt successen gevierd bij de SKS. Drie keer waren ze kampioen. De voetbalclub Wat Zijn is minder succesvol. Zij spelen je in de kelder van het amateurvoetbal. Dat is een vierde klasse, hè? Die komt er echt nooit vooruit. En wat ik opvalt, Wat Zijn had maar liefst vier kerken. We hebben hier vroeger een gereformeerde de kerken. Dan nog twee. En we hebben hier een Rooms-Katholieke. Vierde keer Wat Zijn van het Shanty Festival en de Frieske Sleepbootdagen. Een van de meest verneemde inwenners van Wat Zijn is Hielke Michiel Tromp. Hij wie begin joggetje 100 wargemaster van Wim Brits. Verline hier kwam grauw hier als eerste over de finish. Maar waar wordt het juwet? Ik hoop dat we zijn, want die doet het meestal wel aardig goed op het wedstrijd. Nou, waar weet dat zullen we aanzien. Henk, ik belde daar ongeveer een week als vier weken verlien. En ik zei van, was het al mooi naar het scootsjesjiel. En dan was ik gelijk enthousiast. Ja, dit is toch geweldig als je de kans krijgt om hierheen te gaan. En ik volg het mijn hele leven al. Altijd het scootsjesjiel. Maar als de zijs doet mij, zit ik mij op het boordje van huis. Ja, daar hebben we beelden van trouwens. Kunnen we even zien? Ja, let op. Denk je het Henk de Jong in het boordje, maar een scootje. Even zien welk scootje dat is. Om de vuist te zien, dat matten de Ljouwers weer. Ja, maar dat is toch. Ja, dat zei ik, krijg me eigenlijk hoor. Er zit een hoop voetballers op de scootje, maar de Ljouwers denken, wie heeft de voest omhoog? Ja, dat is gewoon nog Cambuur. Voor mij is een proto Cambuur Heerenveen op de scootje, zou ik het zeggen. Ja, maar dat is de duif van je leven hoor. Nou, we troffen het zo allemaal. Het is mooi, maar dat, ik denk dat sommige scootjes misschien, of skippers het wel vervelend vonden. Maar ja, wij troffen natuurlijk geweldig met de win. En, Ik met die beide mannen, hè, werk mij weer, Thomas en Bouke, de cameraman en de man op de boord. Nou, dat weer geweldig om mij te maken. Hoe die jongens dat met zijn beiden dienen en daar zit ik dan wat tussenin. Ik had nog een keer hulp, maar een van die mannen, wie een van die stokken kwijt, die hakken uitvisken. En hier weer de hoed kwijt, hakken uitvisken. Ja, die hebben we gelezen. Van Henk Skippers, de skipper van het radioboordje. Henk, ze hebben hem gewoon het wetter hellen. Hij is wetter plak. Oren Henk had hem rust hellen. Oké. Okay. Hey jongens, wat even naar je collega Arjen Bosselaar. Want die zit te wachten naar Nevis hemzelf. Vaak het leukste onderdeel van deze show. Maar Arjen Bosselaar, waar bist? Nou, het ruimt boeten, Arjen. Dus ik ben even naar binnen gegaan. Ik zit hier in Houtzaagmolen de Jager in Wat Zijn. Moenen komt uit Zontje Vufjen. En de zus lachte mij. De Moenen is in bedrijf, want dat is traditie bij de SKS. Op sneeuw is er in bedrijf en bij de SKS. Maar waar ik haast naar heen ga, dat is je boeten. En dat is de zielskwal hier, naast de moenen. En deze waas neem je in. Hartstikke leuk. Nou, daar komen we haast een gauw bedrijf weer waarom, Arjen. Eerst eventjes naar Agen. Agen, even waarom ik naar Auroene Sneun. Naar die enorme botsing bij de Jouwer en Akrem. Want misschien haast het al jet. Het is een enorme hit op internet. Wist je wat ik het ha? Net botsing, het is een onvaring. Een onvaring? Excuus. Maar ik weet net op internet van een hit. Nee, nou start er maar in jongens, want het is een remix van DJ Technics. Die maakt een compilatie van het interview dat Pieter Meter joeg bij u op de radio. Kom op, Oh, wat een klapper. Grutte hit.
Nou, ik vind je moet er geen grappen om maken. Nee? Nee, dat is echt heel serieus. Want je moet van geluk spreken dat er geen echt gewonnen binnen. Want als zo'n koetsje maar zo'n klap bij die oren erop komt. Nou, ik vind, wat mij betreft geen grappen om maken. Nee, maar dit is ook geen grap toch? Maar dit is wel leuk. Het is goed ouderen. Oké, okay, ja, het is goed ouderen. Maar je moet er net ontdenken dat het een keer echt fout gaat. Nee. Arjen werkelijk had twee skippen maar zo'n gang, mijn karatje. Ja, wat mij betreft dan dat mij net. Nee, we hebben van de morgen hebben Dirk-Jan Reijnga van de Jouwer, het slachtoffer, het grootste slachtoffer eigenlijk van die onvaring. Ja, maar die hebben we even opzocht. En misschien het grootste slachtoffer, maar hij is de Wals in onvaart. Ja. Oké. Okay. Dit maar even zien. Het is weer helemaal klaar, hè? Ja, het is weer helemaal picobello van mijn hoor. Lang mee bezig geweest? Ja, juist de hele snijn. Juist die jongen om 11 uur konden we even douchen, toen we in de weg helemaal klaar. Maar ja, de hele dij mee aan het pion is. En wat nou nog even droegje? Ja, de verf die ken nog een beetje, wie het was, maar dat zal wel een beetje mij vallen. Ja, had ik zei van, oh wat een klapper. Wat zei je dan? Ja, dat heb mijn collega's kipper. Die zei dat van de radio, Jerke. Ja. En dat weet ik, weer een gigantische klapper, ja. Dat moet je net te vaak mee maken. Hey, want kist hoe, ja, want hoe zie je het op de andere kant? Kist het omskroon, hoe het hier? Ja, en nee, meestal vragen mij, hoe kan dat nou gebeuren? Ik kan net in een ding nemen dat ik zei van, dat is gebeurd en daarom is het misging. Ja, het is een samenloop van omstandigheden geweest. Een dikke windvlaag, een golf verkeerd. En ja, zei ze het maar. Ja, maar Pieter zou je echt van de involderen vallen, kind. Wie het echt zo serieus? Nou ja, we komen gewoon vol gas net, maar we komen met flink wat gang op hem aan. Ja, en we vielen hem in de, varen hem in de zijde. Het is goed dat men daar goed uitzien heeft, want dan kan je aan de kant stappen. Ja, en dan, wat gebeurt er dan met jij op dat moment? Nou, je schrik gigantisch vanzelf en dan moet je heel snel schakelen, want dan moet je weer verder. Nou, toen zei een van die jongens, ja, waar ben ik lek? Nou ja, dan moet je heel snel verder, want toen moest een Amers boven dek komen en snel zijn naar de haven te komen. En je bent echt een lekker romp? Ja, het zit een gat in van een centimeter of 4 per 10. En dat zit krijg boven de wetterlijn, maar ja, als je aan het varen bent, dan zak het de wetterlijn wat en dan kan het heel snel binnen. Dat wie Arun de Sneun al hier, Juurt, kan het Juurt terug in, denk je zo? Nou, als het vermiddag is, als het nou is, dan wordt het heel moeilijk. Dan kan het net, denk ik. Het waait nou echt een dikke windkracht 6 met dikke vlagen. Maar Piet zei dat de wind wat ouder nemen zal. Dus ja, ja, wanneer? En dat is dan de goede vraag, hè? Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, wat denkst? Nou, ik verwacht je dat het eerst uitsteld wordt. Ik verwacht je dat men het uitstelt tot een uur of drie. En dat men dan een uur of twee de beslissing neemt of dat dan echt goed is. Maar ja, dat bericht komt om 1 uur. Ja, dat bericht kwam uiteindelijk ook om 1 uur. Dit wie Dirk-Jan Reijnga van de Moorn. Maar goed, krijgt Zeus, uitzitters naar zoon. Het is uiteindelijk troggien, maar is het alleen wel verantwoorden? Windkracht Zeus is, ken het nog. Uitzitters naar zon, dat wordt moeilijk. Maar wij zitten in de stuurhut van de grote rondvaartboot en wie het elke keer 5, 5.8, 5.7. Even een dikke size, maar dan weer waarom. Dus dan ken het nog. Ja, want ik hier was zelf het idee dat die commissie die ten koste van alles woon ze het gewoon terug inlitten. Nou, nee, net ten koste van alles, want ze hadden hun verantwoordelijkheid. En dat had die skipper zelf. Ik had een skipper echt zei van jongen, dit gaat mij te raar, ik sta net. Voor hier op woord zijn, is bijvoorbeeld Lodewijk in de toen uitgang. Die zei, toen kwam er een dikke bui vlak naar de stad. Dat wist net meer? Okay. Nou ja, goed, maar toen... Toen liep de IFK, hè? Toen ik op vakantie bij de SKS. Oké, kleren, maar Lodewijk had er toen uitgegaan en iedereen zei, respecteert dat. Een skipper moet er zelf zijn eigen verantwoordelijkheid innemen. Ja, goed zo. Nou jongens, we beginnen nu het wedstrijdverslag. Dan kunnen we zien hoe het er echt on tag hier. Want de Wien, ja, die gieselt echt van een beetje om een oren. Zie je nog heel tiet over de Hegemermaar. Maar uitzitten is zelfs naar Wienkrijfzon. Ja, en dan kunnen er de scootjes net shield worden. Zij constateert ook de wedstrijdcommissie over de Marifoon. We krijgen een uitstel. Wij praten ook dat wij minimaal een uur van tevoren je weet niet wanneer de wol of net start wordt. Zodat je de tijd hebben en de gelegenheid hebben om het wetter op te winnen. Er komt dus voor eerst uitstel. Maar dan liep het de Wien wat in te zakken. En dan werd er op het startskip het besluit naam, we starten om 20 voor 3. En dan hier het on. Grauw liep het, krek voor de start, de beste positie te houden. Maar oh, het is nog 15 seconden en Douwe Visser is te betierd. Hij had dus geen pikstart hier op een Hegemermaar. En ze maten dus heel dol weer waarom. Daar klinkt het schot en Grauw is te betierd. Maar waar had dan wel de beste start? Het is Dreeg de Sjen, mogelijk toch weer de winnaar van Sneun. Lang waar, mijn skipper Johannes Meter. En ik jenne woord, liek het goed vot. En ondertussen draait Grauw hier een extra stormroentje vanwege die valse start. En die moet er dus heel dol achteraan aansluiten.
Onderwijs, na de eerste tonnen, zullen we hier Jennewoord in het kuusrek. Met twee reven in het zeil. Broest Gerrit Pietersma op de eerste tonnen hoor. Want dit, we hebben het al vaker zo in deze weken, dit is echt Jennewoord waar. En dat zullen we ook bij die eerste Boppenwiense tonnen. Met twee vingers in de noos is het Jennewoord, de nummer 12 van het algemeen klassement. Die liek het echt hele goede zaken te doen. Want op het tweede plak, daar ligt Drachten. Tredde, daar is Drachten. Waar is dan Tredde? Dat is lang waar. En op het vierde plak is het Ljouwert. En waar is dan de klassementsleider? Snits. Waar is Douwe Visser? Daar komen de Snitsers aan, op het vijfde plak. En Douwe Visser mat dus vol aan de bak. Er zit dus een flinke poester wien op een Hegemermaar. Krijft zij, ze noemen dan zelfs uitzitters naar zo'n. En zorg eens naar het scootje van Langwaar. Op één eer vleren ze werkelijk hoe de maar. En dat betekent echt dat de bemanning hut aan het werk maakt. Snits gaat dan om de twaalf tonnen heen. Daar binnen de Snitsers. En wat zit daarachter? En wat Bertano weer? Ik zou Pieter Meter, ik zou de Lemmer. En het is op een nij het scootje van Pieter Meter dat belutsen is bij een oorvaring. Deze keer mooi de Lemmer. Akrum is het binnenste skip, liek het ik varing te hebben, krijgt dat net. En wat zeggen we dan? Oh, wat een klapper van Pieter Meter. Maar Faroon is dit het scootje van Jennewoord. En Gerrit Pietersma, ja, die lid op een ijsje. En dat zien scootje o zo goed rint op het Rommelwetter. Ek joet dus op een Hegemermaar. Want in het begin van de wedstrijd rint hij er heel tijd verder uit. En dat wil zijn broer Jeroen, maar het draagste scootje, ja, die kind eens alindig maar volgen. En hoe komt het dan mij de leader van het klassement. Hierachter Langwaard, de Snitsers, de Snekerpan, ze lijn op plak 5 en Douwe Visser mat onder bak. En dat doet hij ook, want ze rukken hierop naar het vierde plak in het Vaderwiense rak. Maar hij maakt Akrum in de gaten horen, want die zitten er echt deun achter. En zorg eens hoe mooi die scootjes joert bij de ronde van het wedstrijdveld Delsiele. Schitterend gezicht hierbij wordt zijn. Dit is de Lemmer. En de Lemmer en Ton. De Lemmer en Ton. Het is Joet net een hele gelukkige combinatie. Hier had Albert Visser, Farang, krijgt net genoeg rond van Auken de Groot van de Zuidwesthoeken. En dat betjeurt op het tonnen. En vooral ook leuke gezichten op beide scootjes. En verder, ja, verder binnen Rijn zet een heel soort verskoings in een kwarte wedstrijd van goed oorloeren. Jennewoord komt net meer echt in gevaar. En komt dus in het klassement dichter bij de koprinner. Koprinner Snits. Want waar bin dan de Snitsers? Waar is Douwe Visser? Hier, achter Drachten komen ze. Daar komen ze aan. Eindswoed Douwe Visser, je hoort net zielen. Hij zit je krek achter de Drachten scootje en hij skarrelt heel tijd meer naar voren daar. Net al te vier achter Drachten, dus op het tredde plak. Maar alles draait om het eerste plak. En hier pakt Gerrit Pietersma alweer zijn tredde die-oewinning. Mooi Jennewoord. Ja, knappe overwinning van Jennewoord, maar Jenne, ja, van Gerrit Pietersma. De komst van Jennewoord. Ja. Nou, daar vlaag ik je uit. Ja, ja, werkelijk. Nee, maar daar geniet ik echt van. En wat een waardering, wat een respect voor al die skippers en bemanning die van de media. Maar zo'n dikke wien, toch zo perfect zielen. Want geweldig hoe ze, nou, bakboord, stuurboord en ze horen de skipper nu rein, scoort vieren en... Wat gaan ze het op een beurlijk kregen? Dus ja, en die topsport? Ik had het dicht op zitten. Nou, het topsport. Nou, vind ik mooi dat Sto dat zei. Ja, maar vaak zeggen ze wel eens van, ja, is het wel topsport, hè? Scootsie Giel. Maar daar zien ze dus echt heel deun op. Dat we beerlijk op die scootsies, dat we net normaal, joh. En dat we, kijk, het eerste beeld, dat kan ik me nog herinneren, dat we dat opnamen van mij. Dat het skip helemaal, hoe dwaaslijst ik maar zeggen, hè? Heel wet. Dat ziet een vrouwtje. Dat ziet helemaal onder water haast.
Ja, en die moest je vast houden. En ja, ik vond het echt geweldig, jong. Ja, hè? Geweldig. Maar hoe zou die ding scoren? Maar dat is totaal verklommen, dus waarom kaamst. Ja, maar ik haal alleen maar een hoed eruit halen en, en een stok. He, maar die man en die vrouw die er op die boot zitten, nou, dat is echt niet normaal. Maar ik wie verklommen, ja. Maar goed, dat klinkt van je man hier. Ja, ik dacht ik ging er even rustig zitten, maar dat kon net, joh. Nee, dat kon je het net, hè. Ja. Maar dit is ze wien. Ja. Jongens, we jaren eventjes naar de reacties van uiteindelijk de winnaar, Gerrit Pietersma. Ja. En ik van de nummer 1 van het totaalklassement, Douwe Visser. Ja, hartstikke mooi. Het is geweldig. Het zit goed. Maar voor hier net komen, dat hebben we nou wel. Voor hier hebben we hier 11e met deze win. En nu hebben we het eerst. Dus zak aan het verkeren. Hoe kan dat? Ja, ik ben er iets aanpassingjes. En wie maakt dat dan in ziekje? Ja, de bemanning is extra fitje, daar komt het van. En doe ik? Ja, ik ben wel aardig fitje. Mijn keep me net vallen. Hey, de wief van de morgen even een beetje een koeppoging van de skippers. Van Kevin van Sielen, maar dat is dadelijk ja, het Kevin Longen. Ja, ik sliep me wel om bij de meerderheid. Je moet er altijd voor kleer voor werden. Waar ben ik kleer voor? En je moet ik het doordrillen. Ik denk, er zijn jongens die zeggen het net zitten. Ja, dat kan gebeuren. Wij hebben dat voor hier. Zeggen wij het net zitten. Ja, maar je moet je bij de meerderheid wel lezen. En had de meerderheid zei het van Sielen net, dan ben ik net zo van op de zin van mijn meid wel. Goed. Ik vond het jammer dat we net de drie uren wachten hebben. Want door na drie uren waren het beduidend handzamer alle keer dan hier het vertrouwder geweest. Hè. Het is nu alle keer goed gegaan. Maar ik vind dat je dat risico niet erin hebt. Dat er wat perspectief is dat het minder wordt qua windsterkte dan moet je erop wachten. En het wel letterlijk gewoon wat minder buig en wat minder heftig in de vlagen. En dat weer bekend, dus wacht je er dan op. Dan kan je eventuele risico's vermijden. En we kunnen wel 4 uur finishen, maar we kunnen ook wel 4 uur finishen. Je kan even goed wel 12 uur zielen. Maar dan weet je dat die kop van die buien, dat de kop van de windkracht een beetje oud is. En, je hebt wel maar meisjes te doen. En die dingen zijn gewoon grut, zwier en bultgang. Als er wat mis gaat bij een boei of bij een gijp, dan heb je straf ongelokken. En ik vind dat je daar gewoon voorzichtig mee omgaat. Met dat je gewoon te betiet weest, maar starten. Dit was een hele goede zaak voor het klassement. Ja, dat zou kennen. Ja, dat wist wel. Oh, ik vind het alleen mooi van Jeroen en dat Douwe er vlakbij u zit. En dat er omzield worden moet. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, want het is lekker sponsor. Ja, daarom. En mooi zat er ook in. En dan zullen we weer komen. Ja, dat zei de winnaar van Juwet, Gerrit Pietersma. Maar even voorom komen op Douwe Visser. Had hij een punt? Hij is toch een beetje kritisch. Ja, dat kan je ook misschien nog beter. Nou ja, ik vond het al hartstikke goed dat ze dat jel uren uitstelden. Want toen 2 uur. Toen joeg de wien hem del. Maar hij zei van wacht je nog even een jelle hoeken langer. Maar dan show je dus dat de wien nog meer del hoort. Ja, dat kan je net zo voorspellen. Want op een gegeven moment kwam er een bui. Toen kregen we een dikke rijnwetter. En onder die bui zie je het weer wien. Dus, en daarna, ja. Toen wie het inderdaad, daar had ik gelijk in. Maar goed. De vraag is, mag je zelf volle risico nemen? Je kan ik reven. De binnenskippers die hier meer reeft dan nodig weer. Nou, die kiest dus voor extra zekerheid. En het tuurde vlak op. En wat Gerhard zei, wij wien de kleer voor. En die en het tuurde vlak op. En boppen bij de gaffel. Even zo noemen dan die gaffelpunt los. Die wien die moet eruit. Boppen die moet eruit als er een plat gooit. Maar de binnen zou geen onverantwoorde risico's namen? Nee. Nee. Nee, dus goed zield. Daarom zei ik straks die waardering voor zijn club. Die het maar deze wien. Zo'n spektakel, wat dat wie het op het wetter. Shenlit, al het publiek had geweldige noten. En ik, er is een goede street leveren. Het is geen competitievervalsing dat de ene heel goed kan, maar de win en de oren net. Nee, er is gewoon goed zield. Goed zo. Nou, mooie woorden. We pakken de uitslag er even bij. De uitslag hier bij Woord Sign. Op 1 dus Jenne Woord, 2 Drachten, 3 Snits, 4 Langwaar, 5 Akrum, 6 Ljouwert, knap, Zoon de Lemmer. En dan de tweede kaart, Boppenoorn, Huzem. Grauw, Jereveen, de hele mannen. Tolve, de Jouwer, Tretjen, Woordzijn en Viertjen, Zuidwesthoeken. Geen protesten verder. Geen we gelijk terug naar het klassement. Op 1, Sjoe Douwe Visser, met 22,8. Op 2, ja, het is nog spannend. Jenne Woord, zoe het dan toch. Gerrit Pietersma, 24,7. Treje Akrum, dat gotje wordt wel ietsje grutter. Maar Kim misschien ook nog wel, 30,3. Dan Grauw, 34,9. De Lemmer, 34. Drachten en op het zonderplak Langwaar. Pakken we de tweede kaart. Starem met 46 punten. Auke de Groot. Njoggen de Jouwer. Dirk-Jan Reijnga. Tziende Ljouwert. 60. Lieke volle punten als de hele mannen. Tolve het Jereveen. Njoggen 60. Ekwoord Zijn het Njoggen 60 punten. En viertjende Huzem.
Even naar die Gerrit Pietersma. Hè. Gerrit Pietersma die is nou ook in de leer bij Challing van den Berg. Die ken je hem. Want daar hebben beide daar training van horen, hè, ja. op het CIO's. Ja, we hebben beide CIO's zitten. Ja, ik zie je eerder en hij zie je. Ja, maar met dezelfde leraar. Ja. Ja, dat wint van die man die maakt dat Fappe de Haan, Henk Gems, Tjalling, Hans Westerhof. Ja, noem ze al je maar op. Dat wint Ayer top leraar, hè, die in de topsport komen. En die maken nu eigenlijk gek van sport. Hè, dat fanatisme en gewoon echt geweldig. Dat is mooi, Henk, want dat dragen we uw leven lang mee. Als ik ergens een verhaal vertel, datzelfde, we hebben het straks in, dan vertel ik dat die mensen u eigenlijk besmet hebben met het sportvirus en het samenwerken. En dat is ook wat Challing dus doet met het eco-training. Ja. Vertrouwen op elkaar. Dan praten we aan z'n 40, want ik vier het hast. We moeten eventjes naar Arjen Bosselaar, ik als een sportman. Arjen, jongen, kom maar in. Ja, dat was mij net vier, Arjen. Nee, ik stel je nog steeds bij de moenen. En de Schustertjeer, de Bayern van de Sielskwallen. Die beheer alle je druk bezig, hartstikke gezellig. En ik zal even op zoek naar de haatinstructeur. Dus als je mee mij komt. Volgens mij stond hij hier midden in het voetbalveld, dus we rennen er even naar daar. Tammo. Dit is Tammo. Tammo Sielker, hij is de haatinstructeur. En hij verstopt geen Fries, dus ik zit in Nederlands. Tammo, jij bent hier van de zeilschool. Hoeveel kinderen hebben we hier nu op dit moment? Op dit moment lopen hier 50 kinderen uit heel het land rond. En we hebben daarbij nog 20 stafleden die voor hen zorgen en de week van hun leven proberen te geven. En volgens mij kom je zelf ook niet uit Friesland, hè? Nee, klopt. Ik kom zelf uit Den Haag. Hoe komt iemand uit Den Haag hier terecht als zaalinstructeur? Ik ben vroeger zelf ooit als cursist hier geweest. En toen ik 17 werd, wilde ik zelf instructeur worden. Toen ben ik hier instructeur geworden. En 5 jaar later ben ik hier de hoofdinstructeur geworden. Nou, als ik hier al die kinderen zo zie, ze hebben allemaal heel veel energie. Zijn jullie wel het water op geweest vandaag? Absoluut, ondanks de wind hebben wij een topdag gehad. Het woeit lekker, ik begreep dat de scootsersielen er last van had. Maar de kinderen hier hebben een geweldige dag gehad. Hoe meer wind, hoe leuker zij het eigenlijk vinden, hebben we het idee. Dus windkracht 5, 6, dat kan voor jullie nog net? Nou, windkracht 6 is wel erg veel, maar windkracht 5, zoals vandaag, hebben we een prachtige dag mee gehad. Nou heb ik het idee dat de kinderen moeten nog eten. Dat gaan we zo doen, geloof ik. Dat klopt, ja. Er staat een lekker soepje op het menu en andijvenstampot. Nou, Arjen, de eerste andijvie-stampot. Ze voetballen hier ondertussen gewoon erom, maar we zullen onder andijvie-stampot. Dus we gaan eerst naar binnen en dan zullen we even een hapje maar eten. Ja, en Doos is denk ik wat wakker opskippen, hè? Heb ik het idee? Nee. Zet je dan een t-shirt? Ja, liefst grap. Hey, jongens, we hier over de eco-training van Challing van den Berg. Hoe farm je een team? En dan ben je er echt vergelijking in eigenlijk, hè? Met een scootsiebemanning en een voetbalelftal. Nou ja, dat is wat ik van de medetje in Henk zei. Pak zo 11 hele goede voetballers. Dan had ze nog geen voetbalteam. En pak 12 hartstikke goede zielers, toppers, kampioenen. En zet ze op een scootje, had ze nog geen scootje-team. En daar gaat het om. Samenwerken, op elkaar jagen, helemaal precies. Nou ja, dan wist het hoe je een team maakt met het. Ja, maar dat is precies wat zij is. Maar dat is eigenlijk Jessa. Dat is eigenlijk overal zo. Het gaat altijd om een team. Op elkaar vertrouwen. Wie het precies, als de ene zet links, dan mag ik links kennen. En als je daar net op vertrouwt, ja, dan presteert ik net. Dat is in de zakenwereld zo, dat is in de sportwereld helemaal zo, en dat is in het scootstation zo. Het gaat er altijd om, Marien. Het gaat altijd om samenwerken. Ja, en Challing van den Berg, die doet dat dan ook, hè? Die houdt dan ook lessen daarin. Vooral ook het Gerrit Pietersma in het scootje van Jenne Woord. Hoe wordt daar nou op reageert binnen de vloot? Nou, destijds natuurlijk wat sceptisch. Zelfs wat lacherig van nou. En eerlijk zijn moest ik er in het begin niet om wenen. Want ja, ze zie het nog een skippiebal in de sporthal. En wie in oren zei, nou ja, over dan in het sporthonk. En wat die scoort de man. Dat die trainen, oké. Okay. Maar waarom zien ze op een skippiebal dan? Evenwicht. Evenwicht, balans. Mekaar in evenwicht houden. Maar het is dus wat een... Dat binnen we een van Challing natuurlijk. Maar ik geloof er nou wel in. Want als je daarmee een team vormen. Het maakt het net op welke manier. Nee, maar het is natuurlijk een hele conservatieve verhaal natuurlijk, het hele scootsje-ziel. Dan ben ik gewoon die zei, ach jongen, we gaan een hele joen in de kroeg en we super lekker. Dan hebben we, natuurlijk, maai dat ik een keer. Maar dat is net echte teambuilding werd het omgeert op het skip. Dat ken Wolles. Dat is ik wel een stukje aanvulling daarop op het oren. Maar dat maakt net altijd in de dat kroeg. Dat is zelfs maar het voetbalteam op een scootsje geweest. Ja, ik ben Jenne Woord best, hè, en bij Lodewijk. Lodewijk Meter, dat we 3 dagen voor de kampioenswedstrijd met Cambuur hebben wij. Ik denk, we maar wat oors doen. Ik kan bellen. Ik zei, ik heb net op het scootje. Ik heb net wat geks doen. Nou, dat hebben we die in. Dat wie de menjes. En de vreeds worden we met kampioen. Ja.
En zo leuk, maar daar heb ik even samenwerken en lang uitleden. En toen kwam ik naar Aardig Wien, dus we moesten ik nou even aan de bak. En daar knalde nog een scootje op een kant, dus dat wil ik nog wel eventjes hard en keren. En wat deed die rol? Nou, ik ben eigenlijk de stuurman, ik hoor nog verloren week. Nee. Precies bij het Helmhout. Ja. Ik zit mooi achterop, hè. En ja, dat jet ik zo toch. Als je trainer bent en jij bij de orenbaas zit. Vind ik gek. Hey, wat mooi dat Lodewijk van de Meijers een goed ziet. Ah, geweldig. Ja. En ik zei, ik zijn cameramees, maar ik even daar in Lodewijk daar. Hè. Dat vind ik mooi, man. En hij eigenlijk meer heeft dan de rest. En hij kwam Karel mooi naar voren. Ja. Dat ja. Vind ik dus geweldig dat goed reven en het zeil er vlak op zetten. Daar kan je... Dat loont. Dat loont, want een te groot zeil en elke keer alleen maar loslitten en platlezen en scoorten knikken, dat jou geen snelheid. Maar nee. Hast wordt toch dat je gewoon de nummers 1 en 2 zitten. Want ja. Ik jij niks zo drachten, hè? Jij de woord en drachten. Ja, maar nu had je net op drachten, hoor. Nee, sorry, excuus. Maar sure, er is drachten gewoon 2 en jammer, helemaal een stad ik goed. He, want daar ben ik fan van natuurlijk, eigenlijk van alle scootjes, maar knap, hè? De eerste won. En, dus het komt er wat bij en dan zag ik het wel wat ouders, krijg ik net al die top, maar ik vond het goed dat ze er knap ja, hij is net steady, dat is eigenlijk het grote verschil mooi bij Big Leagues en Snits. Hè. Snits had de minste positie, de minste klassering van Snits is een plak size. Ja, maar ik kijk op die op Visser, had ik let, hè, of dat is tussen, het is die man rustig jongen, net normaal. En toen ging er nog wat spultjes uit, en ik val mee met drachten niet het om drachten wat zenuwachtig te mij zien. En weer. Nou, zat ik dan te shen. Ik denk, wat een ondoos mannetje. Ik een unieke man. Hè. Die had ik een beetje getroffen bij het sportgalen dan. Ik koe de sportman van, ja, hier gravelde dat worden. Want een goede, geweldige uitstraling had hij. Echt, mooi. Ja, maar helpt dat dan? Want als je me ook wat uitdagen, dus hè, Snits, die geeft een paar keer. Ja, die muzieke drachten is wat gek te maken. Ja, natuurlijk. Snits hier niks meer te verliezen. Het enige wie het tweede plakje van Jeroen pakken. Nou, en dan reageren. En dan Jeroen, die had maar één keus, verdedig je. En die dat het werd. Snits, die denkt, nog een slagje. Want Jeroen shot ik hield niet achterom. Natuurlijk. En die dat nog een slag. Maar er hoeft maar één rare winskift te komen. En Snits kreeg hem gunstig. En dan kreeg Jeroen hem automatisch ongunstig. Wat in die... Dan hier Snits wel voor Jeroen wees. Dus ja, en Jeroen denkt natuurlijk van, ja, die Douwe Vis, die had zo volle ondervinding. Waarschijnlijk dat hij iets van, dat ik even profiteren. Het wie al heel dicht bij de finishlijn, dus ja. Het wie meer... Maar ik denk dat Drachnik naar Snits zei, oké, wat zij door, dan pakken wij hem ik zo. Hè. Het zielde wat opkwam in het lijstje. Ja. Wie trouwens een heel mooi moment, dat zit er net in, want wie achterin, dat wie voor mij tussen Grauw en de Zuidwesthoeken. Ja, die willen er even uittrainen, trok Grauw. Nou, daar komt vast nog wel wat achter wij de komende 12 wedstrijden. Want? Ja, ik ga net van zo volle verstanden van hebben van zijn, maar die troede maar even helemaal uit en die eindige van me ik als laatste dat toch. Ja, die wie neemt goed op in je nijn. En wat jij nou die pikken we nou waarom. Mag ik je misschien even vertellen, maar die was dat. En ik word ik opgegrepen. Ja, ik word ik opgegrepen. Maar wie allemaal weet een prachtige wedstrijd. Oh jongens, ik jij de Andijvie stamppot zit op tafel. Nou. Lekker rieten, Arjen Bosselaar. Nou, de andijvie-stamppot zit er net op tafel. Arjen, zit je nog aan de soep? Zo snel gaan ze hier nou ook weer net. Maar nou, we zullen even zien dat de soep smaakt en hoe het maar bij je is. Ik mag even naar ons komen, Leeuwik. Hallo. Hi. Wie ben jij? Ik ben Filip. Filip. En Filip, heb je een beetje een leuke dag gehad vandaag? Heel erg leuk. Hoe lang kom je al bij deze zeilschool? Dit is nu mijn vierde keer. Vierde keer? Kun je dan niet ondertussen al heel goed zeilen? Weet ik niet, dat kan ik zelf niet beslissen. Ik kan wel heel goed zeilen. Ja, Filip kan al heel goed zeilen? Ja, heel goed. Inmiddels, na al die jaren, dan lukt dat makkelijk. Toch? En hoe vind jij het zeilkamp? Leuk. En hoe vind je Friesland? Ik heb er nog niet heel veel van gezien, maar wat ik ervan heb gezien is wel leuk. Mooie provincie hebben wij, hè? Zeg maar ja. Ja. Want waar kom je zelf vandaan? Utrecht. Oh nee, dan hebben wij een mooiere provincie, dat klopt wel, ja. Nee. Ah, ja. Dat wisten we. Hey, wat staat op het menu vandaag? Soep, zoals altijd. Zoals altijd. Je bent er. En daarna is je altijd een verrassing. Maar ik heb gehoord andijvie stamppot vandaag. Ja, dat wist ik ook. Alleen. Ja. Alleen, je vindt het alleen niet zo lekker, geloof ik. Ja. Oké. Okay. Wat kunnen ze hier wel een beetje koken of? Ja hoor. Maar mama doet het beter. Vragen we nog even aan Filip. Filip, heb jij een beetje zin in de andijvie stamppot? Ja hoor. Ja? Ja. Denk jij dat onze presentator Arjen de Boer het ook wel lekker zou vinden? Ik denk het wel. Nou, Arjen de Boer, die is het. De andijvie stamppot komt zo op tafel. Als het snel is, dan kun je nog een hapje maar eten.
Nou ja, maar we hebben borrelnutjes, hè? Dat is, borrelnutjes, is echt wel lekker. Echt wel lekker. Hey Henk, er bist nou commercieel manager. Bist nou bij de FC Greens? Account manager. Sorry, account manager. Je bent een commerciële man, Wim. Ja. En gewoon zeggen, het is toch wel een opmerkelijke stap. Ja, maar dat is het natuurlijk. Alleen ik, er waren eerst een paar clubs dat weer wordt interesse. Daar had ik zei, ik wacht je nou eventjes toe, dan teach je niks. En ik denk, jij gaat net niks doen. Dus toen had ik via mijn buurman Bob Sikking had ik regelen dat ik in gesprek kwam met Greens. Die leunde eerst naar dat boer. Maar ja, Hans Nijland is en ik zag, die jouwtje zanggevoel. Potverdikkie, ben ik blij als komst. Dus ik ben in Hoesrieden naar het sollicitatiesprek, zei, dat ging ik doen. Toen kwam er nog wat heel moois langs. Maar ik denk, nee, ik had Greens beloofd om dat te doen. En daar denk ik eerst. Wat wie dat mooie nog dan? Wat een hele mooie club. En, dat is alles wat er nog steeds was? Ja, weer gang om assistentschap ergens, weer mooi. Maar ik denk, nee, ik had het beloofd. Ik ging mooi naar Greens. En de eerste weken is eindigen mijn 0-5 nederlaag als commercieel medewerker. Dat viel alle oors aan uit trainer binnen, mag ik zeggen. Een keer minder Pien Hollejus te jongen. Maar ja, gewoon geweldig. En ik had dan is dat nou dan, is de trainingcarrière voorbij nou? Nee, dat is net voorbij. Hè. Dat check ik hoe al, Henk. Je moet er straks wel weer tussen. Hè. Dat merk ik juist aan de spelers. Hè. Als ze nou van Greens of Feyenoord binnen. Ja, die jongens die kroepen je gewoon aan. Hè. De hele pad. En dan had ik wel weer wat heimwee natuurlijk. Maar kleren, ik had het in. Heeft het naar die zin? Ik had naar die zin. Ik had geweldige collega's bij Greens. Ze helpen me maar ik zit in het werk naar je sponsoren gewoon te malen. Face-to-face. Nou, ik heb een paar hele leuke contacten opdien. Onder andere met de heer Breusma van Melkweg Friton en van Main Energy. En al je leuke dingen. Maar ik bel je. Nou, het eerste wie ik bel, dat was Sybold Jellema van ONS, Rood. Ja, en die dan voelt een advertentie bij jou. Dus toen vind ik hartstikke blij. Dus dat maakt er wel weten nou. Dus rechtstreeks hoop ik nou. Ja. En dus dat vind ik echt leuk. Nou, ze binnen een paar dingetjes west. En, ja, maar dan ben ik een hoopje zeggen. Nee, daar snap ik niks van. Dat ik dat bel je dan mij, dan zeg je dat door. Hè? Ja. En wat leuk is, dat vind ik trouwens een momentje. Nog even heel kwaad, ja. Dat mag ik heel snel zeggen. Ja, heel kwaad. Je bent kwaad, ik voor Cambuur Media bel je. Dat is wel uniek natuurlijk. Want Greens doet ik voor Cambuur de reclame verkoop. Nou, en daar bel ik dus gewoon voor. Dat ja. Maakt kennen toch? Ja, absoluut. Vind ik ook. Wat wel opvallend trouwens, dat je eigenlijk totaal geen reclame-uitings binnen hè, bij de SKS. Gewoon authentiek en dat je het ook zei, hè, bij de dat is een afspraak, hè? Dat is een afspraak. Dat is een afspraak, ja. Alleen de hoofdsponsor, die is zichtbaar op die grote tonnen. Ja, daar maak ik dagelijks het verhaaltje ervan. Ja. Jongens, morgen hebben we een reisdag. Waasje, daar zitten we op een lemmer. Even zien, dwaakaartje, hoe ziet dat eruit? Het wordt 16 graden, krijgt fjouwer en die komt dan uit het matwesten. En er komt ook wat rein. Morgen dus een reisdag. Zo ziet het eruit. Op de eerste dag waasje dus op een lemmer. Toonsje ben we ook weer op een lemmer. En dan de slotdag op snits. Safir is het nog net. Er komen nog drie hele spannende dagen aan. Heren, tiergetank. Agen, hartstikke mooi. Henk, fijn dat je weer is. Mooi dat je me aangezien hebt. Ja, toch? Mooi, gezellig. Nostalgie van het CEO. Je al hier op de Batavier. Ik zou zeggen, ont waasje. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot dealers Haima en Hielkema en Punt FRL.